Oké. Goedendag. Dag Jolande. Hey, ik ben terug. Wanneer was ik hier in november? Ja, dat weet ik nog goed. Het zag er heel anders uit, hè? Ja, want jij hebt heel hard geklust hier. En, ja. Maar de winkel heet De Vergulde Driehoek. Ja, klopt. En de bed en breakfast die erbij hoort ook. Ja, dat is makkelijk, hè? Hey, maar vertel eens, want ik heb vorige keer wel kort iets over jou geschreven, maar wie ben jij en hoe ben jij in Middelburg verzeild geraakt? Ja, hoe ben ik in Middelburg verzeild geraakt? Ik woonde in Den Haag en was mijn nichtje aan het helpen met haar huis. In Den Haag? Nee, of hier in Zeeland? In Zeeland. Oké. Okay. En ik dacht, wat doe ik in de stad? Middelburg is veel leuker. Middelburg is ook een stad, maar Middelburg is wat kleiner. De mensen kennen elkaar, het is vriendelijk, er is veel te doen. Ja, weet je, ik ben gewoon verliefd op Middelburg. Ja, dat is misschien wel 20 keer kleiner dan Den Haag natuurlijk. Ja, maar zo heerlijk, zo fijn. Alles is er te doen. Want waar ben jij geboren? Waar kom je vandaan? Breda. Oké. Dus ik ken Zeeland al wel een beetje, want we gingen vroeger altijd op vakantie in Zoutelanden en in Domburg. En ik zal ook als kind wel eens een keer in Middelburg zijn geweest, maar daar weet ik niet meer van. Maar goed, je hebt nu de stad echt ontdekt. En dan ben je uiteindelijk beland in de Vlissingse straat op nummer 5. Dat klopt. En wat was het hiervoor? Want vorige keer vertelde je al, je hebt een behoorlijk forse klus gehad aan het verbouwen van het pand. Hè? Het was echt heel erg. Er is een moment geweest dat ik hier in het zand stond. En dat er geen enkel vloer meer in zat. En dat je zo 2 verdiepingen verderop door het dak naar buiten kon kijken. Mooi hoor. Die tijd is gelukkig voorbij. Alles is vernieuwd. Er zitten nieuwe vloeren in, nieuwe ruiten, nieuwe kozijnen. Alles eigenlijk nieuw. En we komen gelijk binnen in de winkel natuurlijk. En ja, je verkoopt wel accessoires tot. Ja, is het antiek of wat verkoop je precies? Ja, nou het is een beetje verschillend. De bedoeling is dat het vrijwel allemaal unieke stuks zijn. Dus dingen die met de hand gemaakt zijn. En ik heb ook een paar schalen met hele kleine cadeautjes. Die allemaal 2 voor 5 euro zijn. Voor als mensen gewoon een kleinigheidje willen geven. Maar de meeste spullen zijn bijvoorbeeld zoals dit. Dat zijn marmeren schaaltjes uit Pakistan en uit India. Het zijn handgemaakte leren boekjes. Het is mooi. Ja, en kijk, hier valt mij een oog dan op dit. Want dit lijkt een soort. Dit zijn gestapelde potjes, maar daar zit de grond nog aan. Dus is dit een opgraving of is dit een kunstwerk? Hoe moet ik dit nou zien? Nou, het leuke is dat heel veel mensen denken dat het een opgraving is. Dat is het helemaal niet. Het is gewoon een heel slim bedrijf geweest die in China een keer een aardewerkfabriek heeft bezocht. Die wilde eigenlijk gewoon nieuw aardewerk kopen. En die zagen een container waar die fabriek al hun afval in hadden gegooid. En die zeiden, ja, dat vinden we eigenlijk veel mooier dan die nieuwe potjes. Ja, maar het ziet er ook wel gewoon gaaf uit. Ja, het is in ieder geval wat anders. Ja, het zijn inderdaad, het wordt heel vaak gevraagd, mensen. En daarnaast is dat een schaal met bijbels of wat zie ik daar liggen, die boekjes? Nee, het zijn zeker geen bijbels, het zijn opschrijfboekjes. Ah, oké. Okay. Maar die zien er vrij authentiek uit ook met dat leer zo. Ja, dat klopt. Die zijn ook helemaal met de hand gemaakt. Die doen het ook heel goed. Je hebt echt van alles en nog wat. Ik zie hier ook wat lampen. Ik vind die gesmolten karaf, of noem ik de flessen, die vind ik ook wel leuk om te zien. Ja, die zijn echt prachtig. Maar moet je eigenlijk de paal er ook bij kopen, hè? Het stuk hout. Ja, uiteraard. Ja. Die zijn helemaal op het hout geblazen. Kijk. Oh, ja. Maar nou, als je hier naar binnen komt, dan is gelijk mijn vraag van... Ik zie hier gewoon een keuken met een... Met ditjes en datjes, maar woon jij hier dan ook? Of hoe moeten we dat nou zien? Ik woon hier ook. In principe slaap ik op de zolderverdieping. Oké. Okay. Die is nog niet helemaal af, dus het beste is zeg maar nu voor de winkel. Ja, eerst de zakelijke kant. Eerst de zakelijke kant. En ik slaap op de zolderverdieping en ik kook wel gewoon hier. Ja. En mijn bedoeling is ook, want ik ben ook nog heel lang kok geweest, dat... ik eens in de maand voor mensen die daar zin in hebben een soort aanschuifdiner organiseren. En dat doe je hier in de winkel? Ja, dat doe ik in de winkel. Oh, dat is leuk. De afgelopen donderdag hebben we hier met een paar vrienden gegeten. Dan gaan de tafels leeg. Maar zijn dan ook wildvreemde zeeuwen zijn die welkom? Of hoe werkt dat dan? Moet die zich aanmelden? Die zijn allemaal welkom. Ja, je kan natuurlijk niet zomaar aanschuiven. Ik zie wel wat er op het menu staat. Dat is, dat is wild. Aangeschoten wild. Ach jeetje. Ja, nee, dit is nog een overblijfsel van Arend Jansenhuis. Oh, echt waar? Die gaat nog een keertje terug naar hem. Dus die staat tijdelijk bij mij. Ja, het ziet er best heftig uit, zo'n pelder. Maar het is ook wel weer een mooi beeld. Ja. En hier zie ik daarnaast een soort mechanische libellen.
Ja, dat is gemaakt door een vriendin van mij. Zij is kunstenaresse. Dat vind ik wel mooi. En ze werkt ook nog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dat zijn gewoon oude afvoerputjes die ja, over. Ja, klopt. Ja. En zij vindt eigenlijk alles op straat. Er hangen daar bijvoorbeeld een paar motten aan de andere kant van de andere muur. En de vleugels zijn gemaakt van oude schilderijen. Dus zo verzint ze iedere keer wat nieuws. En die zijn ook wel gaaf, joh. Maar Jolanda, hier is dan de. Want de opgang van de BNB die gaat ook gewoon door de winkel, of niet? Ja, die gaat gewoon door de winkel. En die gaat door het eeuwenoude trappenhuis. Als je goed kijkt, dan zie je dat de leuning, dezelfde leuning. Nou ja, niet dezelfde natuurlijk, maar een soortgelijke leuning is als van die van de Lange Jan. En dat vond ik wel heel leuk, ja. Mag ik je voorgaan? Ja, zeker. Pas op je hoofd, want je kan je stoten. Het ziet er authentiek uit. En het is een steltrapje. We hebben het wel geverfd en hersteld. Want, even met één hand. Ja, die kleine kastjes altijd. Dat is... Ja. En hoeveel kamers heeft de BNB? De BNB is voor 2 tot 3 mensen. En de mensen huren dan gewoon de eerste etage met een zit- en een slaapgedeelte. En dat komt deze week aan. En je hebt zwevende boeken, dat vind ik ook altijd leuk. Ja, zeker. Op kleur ook nog een beetje. Ja, klopt. Wat een goed oog voor details. Ja, ik ben oude bibliothecaris, hè. Dus, echt? Ja. Boeken die... En wat is dat dan voor werk? Dat is een soort poppenkast. Oh, dit is een antiek winkel. Die is ook te koop. Ja, erg leuk. En dit vind ik dus zelf heel bijzonder. Dat zijn huisjes en die worden gemaakt door een kunstenaresse hier uit Middelburg. Wat betaal je hier per nacht voor een... Je betaalt per nacht €95 en dat is dus voor nog 2 personen, hè? Dus gewoon €95 voor de hele etage. En dan krijg je een heel uitgebreid ontbijt bij naar wens. Je krijgt er de toeristenbelasting zit er bij je in, badjas. All in. Dus, badjas ook, ja? Dat is wel luxe. Ja. Dan ben ik ook wel benieuwd naar de slaapkamer. Dat, ja, dit is de badkamer van de Bed & Breakfast. Mooie vloer. Ja, het bed is heerlijk. Dat, wat hobbelt daar zo in? Het ziet er heel hobbelig uit. Ja, dat is een heel luxe nieuw dons dekbed. Kijk, en dat is in vakjes verdeeld, zodat het dons er niet kan gaan verschuiven. Ja, want meestal is het, moet het zo strak mogelijk zijn. Ja. Dit is, ja, maar dat gaat niet lukken met een dons dekbed. Dreams are the windows of the soul. Ja. Dat is mooi. Nou, dat klopt helemaal, hè? Ja, dat is ook zo. En, nou, je kijkt ook zo in de tuin. En wat ook heel leuk is om te zien, er is hier een... we hebben onder de grond een beeld gevonden. We waren aan het graven, er moest een nieuwe riool in. En, ik zeg ineens stop, ik zie een hoofd. En dan hebben we het hier over de tuin waar je dat vond? Nee, hier in het huis. Oh, daar zit het hoofd erop, ja. Het beeld komt uit ongeveer 1470, dus dat is 550 jaar oud. Wat zijn 1470? 1470, ja. Die achtergevel ga je nog, die ga je nog vervangen? Dat, Ja. Daar wacht ik al 4 maanden op. Maar dat is ongeveer wel het laatste wat er echt nog moet gebeuren dan? Ja. Ja, en boven moeten we natuurlijk nog jouw eigen kamer. De vloer, ja. Nou, toch is het een. Ik vind het toch een heel mooi pand. Ik vind dat je ook mooie dingen hebt. Dankjewel. En ik vind het leuk dat ik even heb rond mogen kijken. Dus hartelijk dank voor je rondleiding. Nou, ik ben ook heel blij dat je er bent. Ja, en heel blij dat dankjewel. Je hier bent. Dat is dan, kijk, en hier heb je nog een achterommetje. Een achterom, ja. Ik kan ook nog even mee. Ja. Ah, je woont echt in een mooi stukje Middelburg. Echt geweldig. Dankjewel en veel succes met de zaken bedankt. Hier. Bedankt.